De Consumentenbond test het frituurvet van 75 cafetaria's die niet deelnemen aan de campagne Verantwoord Frituren. Bij deze zaken is namelijk niet duidelijk of er in gezond vloeibaar vet wordt gebakken of in vast ongezond vet. In elke patatzaak kopen we een groot en een klein patatje. In de test onderzoeken we het vetgehalte en de vetzuursamenstelling van de gebakken patat. We sturen vervolgens de patatmonsters naar een laboratorium voor analyse. De patat wordt eerst gewogen en daarna fijn gemalen. Hier wordt het vet uit de gemalen patat gescheiden. Op deze manier kun je bepalen hoe groot het percentage vet is in de patat. Een afgewogen hoeveelheid patat doen we in een huls. Deze wordt samen met een oplosmiddel in een glazen kolf gedaan. De warmte van de verwarmingsplaat zorgt ervoor dat het oplosmiddel verdampt, waardoor uiteindelijk alleen het vet overblijft. Na de eerste test blijft er altijd een beetje vet in de patat over. Om het laatste restje vet uit de patat te filteren, wordt er een extra behandeling met zuur gedaan. Daarna wordt het hele proces nog een keer herhaald vanaf het begin. Na afloop wegen we het overgebleven vet en berekenen we het vetpercentage van elk patatje. In de test om te analyseren uit welke vetzuren het vet bestaat, vermengen we het vet met bepaalde chemische stoffen. Deze zorgen ervoor dat het vet wordt gesplitst in vetzuren. Een geavanceerd apparaat meet vervolgens hoeveel er van elk vetzuur aanwezig is. Uit het onderzoek blijkt dat er steeds vaker in vloeibaar frituurvet wordt gebakken en dat ook het slechtste vet steeds minder van het ongezonde transvetzuur bevat dan in eerdere testen. Aan het einde van de test analyseren we alle gegevens. Wil je weten waar je een gezond patatje kunt bestellen? Kijk dan op de site Frituren in de Horeca.